Wat betekent dit vonnis voor de nabestaanden? We krijgen onze geliefde broeders er immers niet mee terug. In zijn algemeenheid is het primaire doel van berechting waarheidsvinding. Dit vonnis heeft klaar en duidelijk onder andere de volgende waarheden aan het licht gebracht. Dat het plan om de slachtoffers te vermoorden door de moordenaar van tevoren en in kalm beraad is voorbereid. Dat 14 van de slachtoffers in de hols van de nacht uit hun huizen en 2 uit de gevangenis zijn gehaald en naar Fort Zeelandia zijn gebracht met toepassing van zware bedreigingen en wapengeweld. Slechts 1 slachtoffer, heeft de heer Fred Derby, heeft het overleefd. Dat de slachtoffers weerloos en ongewapend waren. Dat onze broeders niet met een koepoging bezig waren. Dat zij niet op de vlucht zijn doodgeschoten. Dat zij mishandeld en gemarteld zijn, waarna vuurpelotons splinternieuwe wapens op hun zijn leeggeschoten. Bij de opgravingen zijn in 1 van de lijkkisten meer dan 20 kogels aangetroffen. Dat verbrijzeling van het hersenweefsel of doodbloeding steeds de doodoorzaak was. Dat het door de hoofdverdachte opgegeven alibi vals was. Hij was gedurende de hele periode van de executies in het fort aanwezig. Dat de hoofdverdachte de leiding had bij de uitvoering van de moorden. De krijgsraad zei nog wettig en overtuigend bewezen. Dit vonnis van de krijgsraad heeft de leugens van de moordenaars dan ook volledig ontkracht. Dit vonnis betekent dan ook met name eerherstel voor onze geliefden die door de moordenaars en hun trawanten 37 jaren zijn gecriminaliseerd alsof zij bezig waren met een CIA-coup en staatsvijanden landverraders waren. Dit vonnis betekent dat Desiree Delano Bouterse de geschiedenis is ingegaan als moordenaar. Moordenaar van deze 15 voorvechters van democratie en rechtsstaat. Alhoewel wij als nabestaanden natuurlijk blij zijn dat de moordenaars in eerste instantie zijn veroordeeld, beseffen wij wel degelijk dat we er nog niet zijn. Dit vonnis is na 37 jaar een mijlpaal, maar de moordenaars lopen nog vrij rond. Wij horen de verborgen bedreigingen. Ik verwacht dat de justitiële autoriteiten die ook hebben gehoord. En wij weten dat we de eindstreep nog niet hebben bereikt. Of het nu verzet of hoger beroep wordt, amnestie of gratie, onze rechtvaardige strijd gaat door, totdat overeenkomstig wet en recht ook bestraffing heeft plaatsgevonden. Bestraffing is namelijk het sluitstuk van gerechtigheid.